Amsterdammer oprecht trots dat de burgemeester hier bij ons is in dit mooie oude stadhuis. En vooral in onze mooie oude stadskantine. Maar daar hebben we het wellicht zo nog even over. Mag ik uw aandacht voor onze burgemeester, de heer Job Cohen. Appel, geboren in 1921, zoals u allemaal weet, in Amsterdam. Die schilderde hier in de kantine van het voormalige stadhuis van Amsterdam in 1949 zijn beroemde muurschildering Vragende Kinderen. En uit het feit dat de gemeente Appel opdracht gaf voor die muurschildering blijkt waardering. Maar die waardering die werd door de ambtenaren die in de kantine hun boterhammetjes nuttigden niet gedeeld. Het werk vonden zij veel te abstract. De kinderen die kunnen niet zitten. Ze hebben geen billetjes, schreef men in de krant. En dat datzelfde waarschijnlijk ook gold voor de hongerige, bedelende kinderen die Appel inspireerde tot een hele serie Vragende Kinderen, kwam waarschijnlijk niet bij hem op. De twistappel, zo werd het werk toen al snel genoemd, verloor. En de schildering werd 10 jaar lang achter het behang verstopt. En nu is het in volle glorie hier weer te bewonderen. In volle glorie in dit prachtige nieuwe restaurant waar Amsterdam buitengewoon trots op is. En waarom ik er dus geen moment geaarzeld heb om hier in de aanwezigheid van al die niet alleen kunstkenners, maar ook kenners van een goede maaltijd. En die zit ik net even aan te kijken. Die hier allemaal zijn, daar heb ik geen seconde geaarzeld om hier op uw verzoek deze opening te verrichten. En ik wens dit restaurant, en ik ben er ook van overtuigd dat dat wel gaat lukken, een geweldige toekomst tegemoet. Een geweldige toekomst toe, want dat verdient niet alleen dat restaurant, maar ook Amsterdam. Ik feliciteer u daarmee en ik wens u heel veel succes. APPLAUS.